De landbouwcoöperatie Quatta had gisteren een gesprek met de overheid waarbij het probleem van het overschot aan groenten is besproken. Bij het gesprek waren aanwezig minister Suresh Algu van LVV en de raadsadviseurs Jules Weidenbos en Errol Alibux. Wim Bainat, voorzitter van de coöperatie, zegt dat de regering moet ingrijpen om de overproductie op te vangen. Bainat zegt dat vanwege de economische situatie veel mensen de landbouwsector zijn ingegaan. Hij vreest dat de landbouwers zullen lijden onder de overproductie aan groenten. Er zijn meer mensen die in de tuinbouw gaan. En op een gegeven moment gaan we dan straks een overproductie hebben. Hoe denkt de regering die overproductie op te vangen? Want wanneer je overproductie hebt, dan betekent dat je de prijzen van groenten verschrikkelijk laag zijn. Waardoor de boeren eigenlijk bijna niks kunnen verdienen. En dat is de situatie nu. En weet wij, ik heb de minister en de adviseurs ook gezegd van wat wij komen. Wij zijn met eerstehands informatie gekomen. Ik ben landbouwer van beroep. Ik heb mijn collega's die ook landbouwer zijn. En ik heb als voorzitter hebben we ook een landbouwshop waar eigenlijk de landbouwers hun producten en hun inputs komen betrekken. En dan ben ik zeker 1 tot 2 uurtjes per dag in de winkel, een andere collega ook. En dan hoor je eigenlijk de stemming bij de boeren is echt niet mooi. Vanwege die slechte economische situatie moeten ze meer gaan investeren, terwijl je niet gegarandeerd bent van een betere prijs. Dat is dus Wim Bainat. Minister Algu gaf aan dat het overschot aan groenten gereguleerd kan worden door het opslaan in containers. Deze containers zullen op diverse locaties worden geplaatst, zegt de bewindsman. Waardoor je dan bij overschot van producten, dat je kan opslaan gedurende 2 weken tot 4 weken, zelfs 5 weken van bepaalde producten. Hierdoor kan je de prijs reguleren en de boeren of de producenten kunnen dan beter prijs krijgen. Dat is op korte termijn. Tweede, wat besproken is over dan de packing house koel- en vriesfaciliteiten. Dat is ook besproken, maar dat is ietsje lang, omdat de financiering vanuit ISDB afgerond moet worden. Ze hebben een hele uitgewerkte dossier. Dat is al in de tijd goedgekeurd en doorgeleid vanuit het ministerie van Landbouw, Vieten en Visserij. Daarna is het ook besproken over de situatie bij de boeren. Wanneer de prijs stijgt van inputs. En daarover hebben we ook briefvoerig gesproken. En vooral binnen de tuinbouwsector is besproken. Dus de rijstsector is niet besproken hier. Het ging puur omtrent dan deels fruit en groente. Dat is Suresh Algu, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De landbouwcoöperatie Quatta heeft gisteren het probleem van het groenteoverschot met de regering besproken. Het gesprek vond plaats in het presidentieel paleis. De coöperatie heeft ook een project klaarliggen voor het opzetten van een opslag, verwerkings- en verpakkingsfaciliteit voor landbouwers. Dit project is inmiddels ingediend bij de Islamitische Ontwikkelingsbank.